Ik ben Mark Goos van het vrijwilligersplatform Volunteer en wij matchen vrijwilligers met vrijwilligersorganisaties. Volunteer is een online platform waarbij vraag en aanbod bij elkaar komt op het gebied van vrijwilligerswerk. En de vrijwilligersorganisaties kunnen met het platform heel gemakkelijk vrijwilligers werven en hun vrijwilligers coördineren. Nou, het werkt als volgt. De vrijwilliger die downloadt de app en die kijkt wat voor vrijwilligerswerk er in de buurt te doen is. Vervolgens als hij of zij vrijwilligerswerk heeft gevonden wat bij hem past, dan meldt hij zich aan en de organisatie krijgt daar een melding van. En die maakt dan de keuze om de vrijwilliger wel of niet uit te nodigen. En dan krijgt de vrijwilliger daar weer een melding van en dan is er een match ontstaan. Zo, ik ben onderweg naar Emmerhout. Daar ga ik een mevrouw van 70 jaar helpen om haar tuin te doen. Zo, onkruid eruit halen. Hoe beginnen ze? Dus we moeten nog een keertje terugkomen, maar al een hele blije mevrouw. Nou, Johan die heeft dus net vrijwilligerswerk gedaan. En op het moment dat het vrijwilligerswerk, de activiteit is afgerond, krijgt de organisatie een melding. En in die melding staat eigenlijk heel simpel, was de vrijwilliger aanwezig, was de vrijwilliger afwezig? Nou, wanneer de vrijwilliger dus inderdaad aanwezig is geweest, dan wordt dat weer meegenomen in het cv van de vrijwilliger. En dat wordt dan de volgende keer weer meegestuurd bij een nieuwe aanmelding. Als jij op zoek bent naar vrijwilligerswerk, download dan de Volunteer-app in de App Store en ga op zoek naar vrijwilligerswerk bij jou in de buurt. En ben je als organisatie op zoek naar meer vrijwilligers? Ga dan naar de website en meld je aan.